slag met het stylen van je inside en outside en wil je graag wat algemene instellingen doen op je hele site, zoals de breedte of het aanpassen van je logo? In deze videotraining laat ik zien hoe je de algemene instellingen kunt doen in de eigenschappen van je site. Ik zal dit laten zien in mijn demo-omgeving in Inside, maar voor Outside werkt het precies hetzelfde. En let op, mijn Inside kan er geheel anders uitzien dan die van jou. Voor de algemene instellingen van je site moet je allereerst aanmelden via Sitebeheer, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Ga vervolgens naar Site en klik op de eigenschappen. In de eigenschappen van de site leg je veel basiszaken vast, die over je hele site doorwerken, zoals de breedte van de site en of de foto van de ingelogde gebruiker getoond moet worden, zoals je hier bij mij ziet. Je kan ook aangeven of je wilt dat de site zich automatisch aanpast op het moment dat de site via een mobiel wordt geopend. Wij adviseren om de breedte en achtergrond van je site vast te leggen in een thema. In een thema leg je namelijk jouw huisstijl vast voor je site. De opmaak, lettertype, kleuren, breedte, achtergrond, etc. leg je hierin vast en kun je daarna heel snel en makkelijk in één keer toepassen op alle pagina's van je site. We hebben voor de thema's een aparte video. Klik op het i'tje rechtsboven in je scherm om de video hierover te bekijken. Voor de breedte en achtergrond van je site geef je dan aan dat je de instelling wil overnemen van het thema. Heb je nou meerdere sites en wil je voor een bepaalde site wel afwijken van het thema? Dat kan. Dan stel je voor die site afwijkend in. En dan kun je zoals je ziet een eigen breedte of eigen achtergrond instellen. Je kunt ook nog als je wilt op individuele pagina's afwijken van het thema. Ik gebruik een van de thema's die we met onze software meeleveren, waarin de instellingen optimaal zijn ingesteld, en kies hiervoor overnemen van thema. Op het tabblad logo kun je je logo opgeven. Ik selecteer bijvoorbeeld een ander logo. En hier kan je de pagina opgeven waarop je terechtkomt als je op een willekeurige plek op de site bent en op het logo klikt. In mijn voorbeeld kom je dan terecht op de startpagina. Ik klik op aanpassen. En je ziet dat het logo is aangepast. Het logo wordt linksboven de menubalk uitgelijnd. Hou er dan ook rekening mee dat de afmeting van je logo de hoogte van je menubalk bepaalt. Ga ik nu naar een andere plek op de site, bijvoorbeeld naar CRM, en klik ik op het logo, dan kom ik inderdaad weer terecht op de startpagina zoals ik heb ingesteld. Ik ga weer terug naar de eigenschappen van de site en we gaan naar het tabblad menu. Hier geef je aan hoe je je menu in beeld wil zien. Het zijn nogal wat opties, maar deze worden keurig in de help uitgelegd als je op hier klikt. En op deze pagina in de help wordt alles keurig uitgelegd. Je bepaalt hier ook of je een kruimelpad wilt tonen of niet. Er is ook een mogelijkheid om te zoeken. Op dit tabblad bepaal je in Inside of je dat wilt en zo ja waar en met welke knop. Ik gebruik de knopstijl van het thema. Vul je hier een zoekterm in? Dan doorzoek je hiermee de pagina's, dossieritems, documenten en de teksten van de bijlagen. Let er wel op dat je zoeken in Insight geactiveerd hebt in Profit. Dit is een vinkje in de eigenschappen van de omgeving op het tabblad Zoeken. Tot slot leg je in de eigenschappen nog wat voorkeuren vast, omtrent je favoriete icoontje. Dit is het hele kleine icoontje dat je hier bovenaan je scherm ziet op het tabblad van je webbrowser. En hier kun je een snelkoppelingsafbeelding opgeven voor als je Insight wilt gebruiken op een smartphone of tablet of als Windows-tegel. Als je de algemene instellingen van je site naar wens hebt ingericht, klik je op aanpassen. Je ziet in de eigenschappen van de site kun je de algemene instellingen doen die doorwerken op je hele site.
Veel succes en plezier bij het verder stylen van je site.